Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er is weinig bewolking boven Nederland aanwezig, maar er ligt wel een dik pakket voor ons klaar in het westen. Die bewolking breidt zich langzaam uit. Vanochtend schijnt de zon op veel plaatsen, vooral in het oosten, en lopen de temperaturen op naar 7 tot 9 graden. Vanmiddag komt daar nog wel het een en het ander bij. Dan wordt het 11 tot 12 graden, misschien wel 13 in het zuidoosten. In het zuidoosten en oosten blijft het nog droog, maar in het westen begint het langzaam aan wat te regenen. En verder staat er een krachtige wind langs de kust. Vanavond breidt de regen zich naar het oosten uit en dan hebben we te maken met temperaturen van een graad of 9. Aan het eind van de avond wordt het in het westen langzaam al weer droog en vannacht klaart het dan op. Morgen flinke zonnige periode of zelfs zonnig weer, geen regen. 8 tot 10 graden en tijdelijk wat minder wind. Een prima dag tussendoor. En de dagen daarna gaat het weer dan langzaam wel weer iets veranderen. Donderdag is het nog een groter van de dag droog. Misschien laat in het noordwesten wat regen. Vrijdag is de regenkans wat groter, net als op zaterdag. Donderdag 6 tot 8 graden. Daarna een graad of 7, 8 misschien. Temperaturen iets te hoog voor de tijd van het jaar. Maar die verschillen zijn ook weer niet zo heel groot. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.